beginnen aan het leuke bouwpakket. Dan is in ons winkel. Ah. Kijk dan. Geld en kassen. Luxe is de kaartjes. Oh. Wagentje. Hier is je geld. Maar. Ah. Ik heb geen geld. Ah. Hier. Wat is in het winkelwagen? Even 7,75. Je kan erbij. Mondje zonder batterij. Leuke batterij. Weg in de auto. Een hele goede morgen. Welkom weer in deze nieuwe vlog. Wij zijn de Bellinga's, familievloggers. En het is geen weekend, al lijkt het wel zo. Maar de kinderen zijn lekker bij ons in bed geploft vanochtend. Het is vrijdagochtend. En eigenlijk een beetje de laatste dag van de vakantie. We hebben natuurlijk nog wel weekend, de meivakantie. En daarna is het weer tijd om naar school te gaan. Nu deze vlog online komt, weet ik dat wel de scholen alweer zijn begonnen. Dus ik ben heel erg benieuwd hoe het allemaal gaat bevallen in de nieuwe coronatijd schoolperk of tijdperk waar we nu in zitten. Maar voor nu genieten we nog even lekker van een dagje thuis. Yes. Dus kijk even gezellig met ons mee. Kijk eens jongen, een lekker appeltje. Nou, even lekker ontbijten in bed, hè? En een kopje koffie van vader kan natuurlijk niet ontbreken. Alsjeblieft. Wij hebben ons inmiddels lekker aangekleed. En Luan en Lucilla die staan te dansen en te wiebelen voor de spiegel. Pop! Oh, je pop. Waar is je pop? Pak je pop. Pak je pop. Waar is je pop? En dan? Goed zo. Zo, nou, ze zijn helemaal uitgedanst op hun kamer. En ze zijn weer met winkeldingetjes aan het spelen. Kijk, ze hebben hier van die winkelmandjes en zo'n kassaatje. En ik merk heel erg dat Luxie het nu echt heel erg leuk vindt om met de kassa te spelen. Muntjes erin eruit, mandje, allemaal spulletjes erin en eruit. En dat bracht me meteen op een heel erg leuk idee. Want ik weet niet voor degenen die ons al heel lang volgen, nog kunnen herinneren. Maar Luan heeft voor zijn tweede verjaardag, toen hij 2 werd, die vlog kun je nog terugzien. Even een correctie, het was niet toen hij 2 jaar werd, maar het was toen hij 4 jaar werd. Foutje van mij. Heeft hij een houten kassaatje? Nee, een houten winkeltje gekregen. Die heb ik toen op Marktplaats gehaald. En het heeft een hele lieve opa, die heeft dat zelf gemaakt en die verkocht dat via Marktplaats. En ik vond dat zo leuk, dat houten winkeltje, dat ik die toen dus voor Luan heb gekocht. We mogen de poppetje nog kopen, jouw winkeltje. Ja, hoe zit ze? Nou, hoe is de pup? Wat gaan we kopen bij Luan? Oh, hallo meneer, hoe heet je? Is je zo? Leuk. Luan, ik vond de mandarijn en de milkshake echt verrukkelijk. Klein fruitje in doen of patatjes? Ja, dat lijkt ons lekker, hè, Woes? Ja. Eerst ja. Een drankje. Alleen dat houten winkeltje, dat staat al lang niet meer binnen. Op een gegeven moment groeide Luan eroverheen. Het heeft heel lang op Luan's slaapkamer gestaan, trouwens. En toen kwam Luxie en toen kwam de box in de kamer. Toen werd het huis een beetje te klein, waardoor eigenlijk dat houten winkeltje naar buiten is verhuisd. En jullie hebben misschien al een idee waarover ik het heb. Ik zal het even laten zien namelijk. Ik kan het vanuit het raam zien. Dit is onze tuin en daar staat dus dat houten winkeltje. Die hebben we dus buiten neergezet. Daar, en daar speelt Luxie verrassend veel mee als ze dus buiten zijn. Dus wat dacht mama nou? Misschien is het wel een heel leuk idee om dat winkeltje
binnen te gaan zetten. Ja, maar mam, dit is mijn lijstje. Oh. Die moet ik al meenemen. Oh, heb je al een winkelmandje gevuld? Oké. Okay. Okay, hebben ze dus de winkelmandjes hebben ze al gevuld met allerlei dingen uit de slaapkamer? Ja, wat zit er allemaal in, Luxie? Wat heb je er allemaal in gedaan? Mama. Ja, liefie? Ik maak een lijstje. Ga jij een lijstje maken? Kan jij deze als een tekening maken en opschrijven wat ik hier allemaal in heb? Oh, dat is misschien een leuk idee. Zullen wij dat houten winkeltje binnen gaan zetten? Ja. In de kamer. Voor Luxie. Ja. Kunnen jullie dan ook mee spelen? Nee, dat is nu om de meneer die in de kast zit. Ja, nee. Dat is een goed idee, meisjes. Nou, ga maar naar beneden. Neem het winkelmandje maar mee. Ja, en dan ga ik het winkeltje eens even binnen neerzetten. Dus even kijken of we nu wel ergens een plekje kunnen vinden in onze riant grote woonkamer. Dat is de reden eigenlijk waarom we nog steeds op zoek zijn naar een serre. Daniel heeft wat offertes aangevraagd van de week. Dus hopelijk, fingers crossed, maar hopelijk komt er een serre, jongens. Oh, daar is Luan al. Kijk dan, jongen. Heb je die helemaal zelf gepakt, kerel? Moet kijken hoe groot je alweer bent. Ja, dus Daniel gaat even beginnen aan het leuke bouwpakketje. En ik hoop dat we zo meteen weer een update kunnen geven dat hij hier helemaal staat. Hamburgertjes scannen. Op de kassa. Ja. Oeh. De stille loopjes na opeten. Oeh, daarna opeten. Luan en Lucilla's winkel. Wat wil die kopen, mevrouw? Kijk, Lucilla. Of ijs. Leuke jongen. Een hamburger. Ja. Ah. Nou, dit is het winkeltje van Leon en Lucilla. Maar jongens, ik vind hem leuk. Kijk dan. Geld en kassa. Ja, geld en een kassa kan natuurlijk ook niet ontbreken. Ach, kijk dan hoe leuk. Luxie gaat er ook al spulletjes neerzetten. Hier staat geld en maar. Ja, leuk jongens. Het staat hier ook eigenlijk wel prima zo. Ja. Ja, was toch nog even een beetje een loze ruimte. Ja. Mooi, Luxie. Ja, ik kan die even daar. Ah, mooi, ga jij alle spulletjes hier neerzetten in het winkeltje? Ik weet je wat ik daar ook nog op de kast heb staan? Nee. Zie je dat? Daarboven. Ga ik eens even pakken. Oh, heb je die? Dat zijn winkelspullen. Ja, die heb ik al een hele tijd in de kast eigenlijk. En iedere keer denk ik, ik moet die weer een keer eruit halen. Die moet ik een keer pakken voor Luxie. Maar even kijken. Even kijken. Kijk. Ah, oh, kijk, dat is dit. Kijk eens nu, pakken. Oh. Nu. Ja, ik ben hier. Ja, alsjeblieft. Zilla. En dit. Kijk, dat kwam ik een keer tegen ergens in de winkel. En toen dacht ik, hey, leuk, moet ik voor Luxie een keertje meenemen. Nee, die gaan we ook maken. Maar een beetje soort van vergeten, dat winkeltje stond buiten. En nou ja. Maar het zijn dus allemaal winkelspulletjes. Luan had toentertijd wel heel veel winkelspulletjes. Maar ik moet zeggen dat... ja, wij ruimen gewoon één keer in de zoveel tijd ruimen wij speelgoed op. En als kinderen er niet meer mee spelen, dan geven wij dat gewoon heel graag aan een weggeefwinkel. Ons wordt ons huis veel te vol. En ja, er komen natuurlijk ook weer speeltjes bij waarmee ze dan weer wel spelen. Dus ik heb eigenlijk heel veel winkelspulletjes toen de tijd heb ik weggegeven aan een weggeefwinkel. En het winkeltje zelf heb ik toen ook nog over nagedacht om die weg te doen. Maar die hebben we toen maar even buiten neergezet. En ik ben blij dat we die buiten neer hebben gezet en die weg hebben gedaan. Want je ziet nu hoe leuk Luxie dit dus vindt om met het winkeltje te spelen. En vandaar dat ik even wat nieuwe winkeldingetjes heb gehaald. Om dus in het winkeltje te doen. Maar zoals jullie zien vindt ze het nu al helemaal mooi. Hey Luxie, is dat jouw winkeltje, schatje? Ga jij winkeltje spelen? Luxie is de kast, mevrouw. Oh, schatjes. Leuk, hè? Ja, dan kan je zo erin en eruit lopen. Ja, Leon die pakt hier even het plankje uit. Het zijn houten snijdingetjes. Kijk eens. Oeh. Dat is allemaal eten voor in het winkeltje. En hier ook. Hier hebben we al die houten dingetjes. Dat is ook leuk, want dan kun je natuurlijk met een mesje... kan je dat zo doorsnijden. De meisjes zijn alles al helemaal aan het inrichten.
Oh, schatjes. De winkel is bijna geopend. Leuk, Luxie. Wat zit erin? Druifjes. Oh, wat lekker. Ja, ach. Oh, wat schattig. Er zijn patatjes. Patatjes. Oeh, lekker, lekker. En deze super schattige kleine bekertjes zaten er ook bij. Met een heel klein dekseltje erop. Superleuk. Kijk, en Luan die is dit aan het maken. Dat zijn van die kleine pakketjes van die cornflakes. Dat zijn ontbijtgaande dingen. En die zijn allemaal nog zo. Dus die is Luan even mooi in het vouwen, jongen. En terwijl de kinderen even in de kamer bezig zijn met hun winkeltje inrichten, denk ik me opeens dat ik buiten... Oh, Daniel is terug van hond uitlaten. Dat ik buiten nog een winkelwagentje heb. Maar wie hebben we hier? Hé, hey, vader, hallo. Zit jij hier? Ik heb gewandeld met Moezel Pip. Ja, ik zie het. Het regent, maar ik denk, laat ik straks eventjes... Even het Bellingaboek kijken. Ons grote Bellingaboek lezen. Ja, leuk, hè? Ik heb hem gisteren ook uitgelezen. Superleuk. Ook heel erg fijn te horen dat jullie hem ook zo leuk vonden. Ja, ik heb er wel. Ja. Ik ben heel erg blij mee. Ja. Ja, ja, maar papa, ze willen wat laten zien. Want kijk, wat staat hier? Want hier hebben we nog het winkelwagentje van Luxie. Die komt natuurlijk nu wel te pas. Kijk maar eens even, papa, wat ik er binnen heb neergezet. Kijk, kan je dat nog herinneren, papa? Het winkeltje weer terug. Het winkeltje is weer in de house. Oh, goed zo, Luc. Doe ze maar het winkelwagentje. Dat is heel leuk. Grappig, hè? Nou, ze kunnen weer winkeltjes spelen in huis. Dat is Luxie. En dan moet je hier... Klant komt er aan. Dan komt er een klant aan. Luxie, moet je hier doorheen praten. Hier is je geld. Oh, dankjewel, Luxie. De winkel is geopend. Hé, hey, Luxie, is jouw winkeltje open? Eerst naar de bank gaan. Oeh. Geen geld. Oh. Oké. Okay. Oh, kijk, we hebben hier een bank. Mama, we hebben daar vader. Ik moet boodschappen doen. Maar ik bedenk niets. Ik moet eerst langs de bank. Ik heb geen geld. Oké. Okay, nou. Ik heb geen geld binnen. Zo. Mag ik van u 750 euro? Zo. 750 euro. Ja, dan is gepiept. Dat is wel boodschappen voor de hele maand. Maar... Ja, okay, ja, maakt niet uit. De tweede bedrijf, dan mag ik eerst even kopen. Het is geopend, hè? Hoi. Wat wil ze kopen? Heel graag. Zullen we nog meer? Luxie doet gewoon een paar. Luxie is een speciaal. Luxie. En een mooi krekkertje. Hoeveel krijg je ervan? 10 euro? 1 euro. Nog in de afprijzing ook. Nou. Luxie. Oh, ik zet er nog een bal bij. Alsjeblieft. Ja? En wilt u nog iets meer? Ja, en nou, volgens mij vinden Leon en Lucilla het ook weer leuk, jongens. Ja, ik moet een paar hebben. Nou, kom maar, een euro. Hier ga ik hey, nog oh, nog meer, Luxie. Ja? En nog graag een mooie lieve stiflaar. Ja, centjes er maar in, Lux. Oh, dat is een brood. Brood. En nog brood? Ja, helemaal. Hier. Zo, papa, dat is een mandje. Wow. Dat heb je allemaal. Hé, hey, Luxie, ik kom met het karretje langs. Kijk. Kijk eens. Ik zeg tot volgende keer. Kijk. Lux. Doei. Heb jij een lijstje, Lucilla? Nee, maar... Nee, zij gaat horen op papa wat ik wil. Ze gaat wel afschrijven dat ik nodig heb. Luxie, zit je alles in het mandje? Hé, gaat alles uit het mandje? En dan als je nog meer wilt, dan heb ik nog hier een mandje. Luxie die doet alles uit het winkeltje in een mandje. Nou Luxie, ik wil ook wel zo'n winkeljuffrouw als jij. Ach schatje, kijk. Ik hoef echt niet geld te betalen. Nee, Luxie legt alles gratis in het winkelwagentje. Gratis. Ja. Luxie, wacht, die zien we minder uit. Ik had ze niet bij. Oh, kijk eens, je hebt hem al. Dank, zegt ze. Dank. Dank. Nu mag je 10 verder maken. Ja. Zo, nou, en het winkelwagentje gaat ook even vol. Die is al vol. Oké. Okay. Dat is zo, Luxie. Maar Luxie, misschien moet je Luxie uitleggen hoe de kassa werkt, Lucilla.
Want ze snapt denk ik niet echt dat ze het eerst moet scannen. Dixie. Nou, dan komt ze weer. Je moet het er wel even uitleggen. Zo. Ja, ik heb al genoeg geld. Ik ben al rijk zat. Nee, maar. Hey, Luxie, okay. Je moet het scannen, schatje. Nou is alles gratis. Luxie, scannen. Eerst scannen, bij de kassa. Nou, twee keer is dat. Ja, je moet hem eerst scannen, Lux. En dan leg je het in het mandje. Scannen wel. Even scannen. Goed zo. Ja, goed zo. We moeten ze nog leren, hè? Ja. Play. Kan je er niet bij, Luxie? Hey, Luxie, Luxie. Ja, heb je nog een tijdje? Goed zo. Ja, wat is dat, Luxie? Een bal. Een bal? Nee, dat is een eitje. Kijk, en het eitje kan je door midden snijden. Waar is het mesje? Luxie, zo. Kijk eens. Ah, Luan, een opstapje. Wat goed bedacht, jongen. Ach, ja. Schatje, wat goed bedacht. Ja, bijna. Ja. Ja. Goed zo. Kijk, kijk dan, een stapje erbij. Ja, goed zo, je kan erbij. Scannen. Scan maar. Ja, je kan erbij, hè. Nou, alles scannen en dan in het mandje doen. Jux, ik heb genoeg. Ik heb genoeg. Hoeveel euro is dat? Ze wil nog meer. 1 euro. Kijk. Ah, Luxie, wil je die ook nog hebben? Oké. Okay. Hier, kijk eens. Borstje. Hé, hey, Luxie, zijn de centjes. Ik heb het heel goed gebruikt. Hier is u. Alles komt weer terug in de winkel. Ja. Ah. Mevrouw, kijk eens. Super grappig om te zien dat eigenlijk alle drie de kinderen nu heel erg graag met het winkeltje spelen. Ja, en Luxie is natuurlijk, voor Luxie is natuurlijk alles gratis. Wilt u een warme chocolademelk? Oh, heerlijk. Ja, hoeveel euro is dat? Warme chocolademelk. Dan doe ik er water in. Goed. Zo, Luxie, jij hebt een heel kaaltje vol centjes en allemaal bekertjes. Mooi, liefie. Ik moet zeggen dat het winkeltje hartstikke leuk staat, jongens, zo in de kamer. Pas precies. Zie je dat ik rijk ben? Ja, heel veel centjes om dingetjes te kopen. Luxie, ben jij aan het drinken in je winkeltje? Het heeft het kopje met water gevuld. Dat is lekker, Luxie. Op de pap. Is je drinken op? Zo schattig om te zien dat Luxie hier echt helemaal in opgaat. Mooi, liefie. Dit zijn alle bekertjes. Dan heeft ze daar een opstapje gekregen van Luan. En dan kan ze zo overal bij. Wat zijn dat dan? Heerlijke frietjes. Wat zijn dat? Zijn dat patatjes? Ja. Oh, lekker. Ja, Luxie heeft de patatjes in de buik, hè, Lux? Ja. Nee. Ja, nee, niet echt, hè. Nep in de buik, hè. Lekker, 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 lekker. Hebben wij hier weer een knuffelmomentje. Met onze knuffelpiep. Ons hondje zonder batterijtje. Knopje uit. Oh, Pip. Oh, kusjes van Pip. Oh, meisje toch. Oh, lekker knuffelhondje. Oh, lekker buik. Wat is het, Luxie? Luxie is nog steeds met de patatjes aan het spelen. Oh, boom. Hoezo geen patatjes eten? Hoezo? Oeh, leuke patatjes. Jouw patatjes, hier. Pak maar. Hoezo, die ligt hier lekker als een waakhondje onder de tafel. En jongen, met je lekkere krulletjes. Hij krijgt wel van die lekkere krullenhaartjes. Ja. Het is alweer een tijdje verder en ik was met Lucilla dit leuke spelletje aan het spelen. Ik ga de camera zien. Wat zeg je, schatje? Laat ik even laten zien aan de camera. Wil je laten zien wat je hebt? Oké, ik zal niet kijken. Ja? Ja. Oké, maar eerst ga ik even lekker poffertjes maken. Want het is tijd voor de lunch. En
Volgens mij heb ik nog poffertjes in huis. Wie lust er poffertjes? Ik! Laten we even kijken. Luxie, wil je ook poffertjes? Ja? Oeh, kijk eens, een familiezak. Poffertjes. Gaan we die eten? Oh, poep. Poep? Ja. Nee, poffertje. 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 Zeg eens poffertje. Poep. Poffertje. Poep. Poffertje. Poef. Ja, goed zo. Poffertje. Kom, poffertje eten. Smakelijk, jongens. Hey, Lu, heb je papa gezien? Ja. Wat is papa aan het doen? Hij is boven. Wat zet hij te doen boven? Te werken. Oké. Okay. Wat ging je boven doen bij papa? Goocheltrucje. Ga ik ook zo meteen naar jullie luisteren. Oeh, ik ben benieuwd. Eerst even lekker een poffertje eten, hè, Lux? Vind je het lekker? Ja, ze heet, hè. Moet even een beetje blazen. Oh, het vork. Goed zo. Zo. Alsjeblieft. Lekker, lekker. Ja. Maar ik kan een pleetje fluiten en Luc kan heel goed knippen. Nou, ga ze horen dan. Goed zo. Lucilla kan fluiten. En Luan kan knippen. Nou, laat ze horen, jongen. Knippen. En Luan kan knippen. Ja, maar ik kan fluiten. En Lucilla kan niet knippen. Maar wel fluiten. Kijk maar. Ja. En Luxie, wat kan Luxie? Ja, mooi, Luxie. Ja. Schatjes. Wij zitten weer lekker in de kamer en Luan die wil zijn... Goocheltruc laten zien. Goocheltrucje nou, laten zien. Kijk, ik heb hier juist een goochelkaarsje. En je hebt zwarte nagellak op? Ja, nou... We kregen de vraag waarom heeft Luan zwarte nagellak op? Waarom heb je dat, jongen? Nou, zwarte nagellak. Waarom zijn er nou... tips? Waarom... Zijn er nou regels voor? Regels. Oh. En waarom mag dat nou niet? Waarom is dat verschil van jongens en van meisjes? Ja. Dus vandaar omdat ik zwarte nagellak. Ja, hij wou geen roze. Nee, ik vind dat niet mooi. Zwart en donkerblauw vind ik mooi staan bij de nagels. Ja, nee, ik vind prima, jongen. Ja. Ga lekker doen wat je zelf leuk vindt. Ja, ja. Nou, maar nou, ik... Terug naar de kaart. Ja, nou, okay. Hier in dit doosje waar een open gat in zit, ja. Hier zitten kaarten in. Ja. En die kaarten kan ik weg laten verdwijnen. Oké. Okay. Ja? Ja. Gila bim. Ik wou dat de kaarten weg waren. Simbim, wegpoes. Vraag mij maar na. De kaarten zijn weg. Oké. Okay. Hè? Hij is leeg. Hè? Kijk eens, ook even achter me. Niet in mijn kontzak. Nee, niet in je kontzak. Niet achter. Helemaal weg. Niet in je muts. Nergens de kaarten. Ook niet onder een silla. Nee. Nou, verhip. Ja, en ook hier niet achter. Nee. Ik weet niet wat ik moet zeggen. Nee. Luan. Kijk. Nee. De nieuwe Victor Mitch. Maar ik ga niet meer verklappen. Niet meer verklappen. Nee. Okay. Dus hij gaat niet uitleggen. Nee. Oh, wat heb jij daar? Heb je daar ook kaarten? Een paar kaarten pak je. En ik kan ze ook weer terug. Oh, oké. Okay. We gaan ook weer terug. Simlibim. Simbimlim. Ik wou dat de kaarten weer tevoorschijn komt. Tada! Hè? Hier zijn ze weer. Nou. Nou, dik duim omhoog voor. Leon! Ondertussen gaan Lucilla en ik weer door met ons spelletje. Raad het dier. Hier was het... Vier poten. Vier poten heeft hij. Hij eet blaadjes. Hij klimt in de bomen. Hij woont op de savanna. Het is een vriendelijk dier. Luipaard. Nee, dat is niet vriendelijk. Kwalabeertje. Nee. Wat? Wat? Is het goed? Ja. Nee, echt? Kwalabeer. Ja! Wat goed, Lucilla. Hey, goed gedaan. Hier hebben we een magische printer. En dat kan... echt een 5 euro worden. Lucilla heeft net even een 5 euro erop geschreven. En nou, ik kan dit in echt 5 euro briefje laten zien. Kijk maar. Zo, die erin. Doei. Ah, eindelijk. Echt geld. Hè? Word er blij van. Hoe kan dat? Echt geld. Hoe kan dat nou? Kijk.
briefje. Huh? Hoe heb jij dat gedaan? Waar is die? Ik zeg het niet. Ja, nou, die is veranderd. Dit was dit andere briefje. Jouw briefje is weg, Lucilla. Het is veranderd in een echt briefje. Lucilla snapt er niks van, hè? Hé, zou ik het laten vertellen? Wil je het vertellen, ja? Ga je het geheim onthullen? Alleen de anderen niet. Oké. Vertel. Nee, eigenlijk zeg ik het helemaal niet. Oh, hij zegt dat toch niet. Nee. Maar ik laat hem wel even het nepbriefje eruit. Kijk, en dit is het nepbriefje. Heel erg leuk, jongen. Hoe komt die nou de voorstel voor die? Ja, maar zo. Hey. Papa zit hier boven te werken. Hallo. En Luan, wilt jij wat komen laten dit zien, papa? Dit is een magische prins. En die kan een echt briefje goochelen. Wil je het zien? Zeker. Hier doorheen. Wat dan wel? Dat is gewoon een briefje van 5. Ja. Kan ik daar iets leuks in kopen? Ja, ja. Nou, ik moet je meenemen als je boodschappen gaat doen. Ja, dat moet je doen. Bij Luxie in het winkeltje. Kun je nou ook weer blanco maken dan? Dat kan nog niet. Ja, dat kan. Toch? Ja, probeer maar. Ja. Zo. Oké, dan moet die kant, hè? Ja, denk het. Die andere, maar even met je voelen. Ja. Ja. Huh? En daar is hij weer blanco. Goed, joh. En? Dat is even heel apart. Nou, draai je weer deze kant. Tada. Hier weer. Daar is hij. Dus, ja, kijk dan. Kijk. Vijfje. Dat is Victor. Ja, Victor. Dat is handig, hoe doe je dat dan? Nou, kijk, dan draai je die kant op. En dan is hij er weer uit en heb je weer een briefje van 5. Gaaf, joh. Handig, hè, zo'n printer? Oh, hey, oh. Hoef je nooit meer te werken. Kun je alleen maar geld printen. Wat zijn de meisjes in het doen tussen alle sokjes? Oh, Luxie. Zullen we weer lekker naar beneden gaan? Nee. Of zullen we even de sokjes opruimen? Kijk eens wat die koeien in de regen staan daar. Oh. Zo, Luxie slaapt nog even lekker bij mama. Terwijl zij de vlog een beetje aan het voor-edit is. Maar ik heb een leuk idee. Het is vrijdag, begin van het weekend. En mama heeft niet zo zin en papa heeft niet zo zin om te koken. Dus zullen wij lekker bij de afval Chinees eten gaan halen? Ja hoor. Ja? Nou, dan gaan jullie met me mee in de auto en naar de afval Chinees. Ja. Voor een familieportie Chinees eten, toch? Ja. En wat willen jullie er altijd bij? Pro. Hoe heet dat? Kroeproek. Kroeproek. Ja. Kun je zeggen kroeproek? Zei ik kroeproek? Stellen zijn wij naar kroeproek. Nee, we moeten een kroeproek. Nou, hoe is wel ook mee, maar die blijft hier met Pip trouwens. Oké, op naar de Chinees. Nou, maar jullie denken dat we daar echt ook in de rij gaan wachten. Nee, we blijven gewoon veilig in de auto. Nou, hier is de auto. En dan gaan we instappen. Oh, papa, hij is nog dicht. Hij is nog dicht. Ah, kijk. En nu doet hij het eindelijk. Dan gaan we niet door de McDrive, maar gaan we door de Chinese Drive. Of hoe noemen we dat? Doe een raampje over, zeg maar, één familiepassie Chinees. Chinees? Ja, wat wou Lucille ook weer bij het Chinees eten? Ploek ploek. Nee. Niet prok prok, maar... Nee, kroe, zeg maar even na. Kroe, poek. Kroe, poek. Poek. Nee, kroe. Kroek, poek. Poek. Kroepoek. Kroepoek. Ja, kroepoek. Dat is een passie kroepoek. Nou. Ik word het door de warm. Papa gaat chauffeur, ja? Kroepoek. Ja, is goed. Zo. Nou, prins Luan, prinses Lucilla. Kijk. Komt u maar. Op naar de afval Chinees. Duwen. Ja. Nou,
Ze hebben wel maatregelen voor de corona. Nee, gelukkig zijn die thuis gebleven. Ja, en dan die Luan mag jij trekken. Ja, en dan gaan we alleen naar binnen. Lopen naar de kassa. Hallo. We willen even een lekker familiepakket Chinees eten komen bestellen. Dat is helemaal goed. Nou, als je dan zometeen Chinees uit de keuken hoort, dan zegt hij klaar. En dan, wat voor nummer hebben we? Kun je al lezen? Wat voor cijfer zet erop? Nummer 13. Hé, dat is wel heel mooi. Mama is geboren op 13 april. De 13e dag is mama geboren. Ja, klopt. Ja, dat vind je wel even leuk. Eventje zo, hè? Ja. Ja, even lekker Chinees eten. Zoals ik anders net op plastic. Ja. Ja, het is net een zo'n soort science fiction film, hè? Kijk, hier die kruisjes, kijk. Hier mag alleen de bezorger in. Kruisje 1, kruisje 2, kruisje 3, 4, 5. Er mogen maar 5 mensen zitten. Papi, zit op het kruisje. Ja, ik sta ook op een kruisje. Ja, hier moest ik staan. Nee, wij zijn familie, maar... En hier moet ik staan. Ja. Het is wel wat apart, hè, met die anderhalf meter. Maar ja, gelukkig kunnen we er weer uit. Nee, we zijn gelukkig de eerste, om 4:15. Ja, dan zitten wij lekker. De coronaluchtjes, die kunnen hier wel blijven hangen. Nee, want het heeft met 1,5 meter te maken. Dus het is veilig hoor, de maatregelen, ja. Ja, dus. Maar, leer altijd wat in de Bijbel staat, maak je geen zorgen voor de dag van morgen. Want dan geeft God ook weer precies wat we nodig hebben. Hè? Ja. Nou, let op het bingo nummer, hè. Hij zegt 13 in het Chinees, hè. Weet je wat 13 is in het Chinees? Nee. Tingping. 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 Luxie? Of Luxie? Lucilla? 13 is Tingping. Tingping? Zeg maar Tingping. 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 Nee. Ze zeggen gewoon 13 hoor. Geen idee. Het enige wat papa kan qua Chinees is... Zusje. Zeg maar zusje. Zusje. En wat kun je nog meer zeggen, Zella? Die stel ik al Frans maar. Kun jij ook Engels? Ik kan heel veel Engels. Nou, wat voor Engels kun je dan? Thank you. Mm-hmm. A spider. Yeah, een monkey. Oh ja, dat. En papai. En hello finger. Hello finger. Yeah. Hallo Sela. Dat begon erbij, hè? Nou, wij doen hier nog even wat internationale spelling. Zullen we zullen nog een, wat je doen? Kung Fu dansje? Kung Fu fight. Oeh, kijk eens. Je bent een echte Chinese dragon. Hier, dan mogen jullie deze meenemen. Kijk eens. Wat zeggen jullie dan? Super bedankt. Wil jij hem pakken, Lien? Pak hem maar, wat er bent. Super. Ja, dankjewel, hè. Hé, hey, bedankt. Nou, op naar huis. Ja, nu mag ik deze doen. Ja, ga jij auto rijden dan, Lucilla? Ja. Oké. Okay. Hebben we geslaagd? Ja. Oké, op naar huis. Kijk, hier ook opgelopen. Hé, en de kroep ook niet breken, hè. Jij hebt de kroephoek. Zeg eens een keer kroephoek. Nee, geen poephoek. Kroephoek. Nou, op naar mama Alex. Kijk eens. Aan moeder tillen. Ja, stil aan de kroephoek. Ploek, ploek. Ploek, ploek, ploek. Nou. Tafeltje dekken, hè. Oeh, begint het te regenen. Zo, en we zijn weer terug. En dan doen we al eerst even ja, de handen wassen. We hebben heerlijk gekookt. En Luan de handen wassen. Dan gaan we lekker eten. Lekker Luxie heeft net een siesta. Ja, wat voor laatste siesta. Weet je trek in de boog? Saté. Nee, sauteetjes. Saté. Saté. Nu. Even uitpakken. En nee, die hadden ze niet. Ah. Ja, die kunnen ze niet rollen met de poort. Oh, kijk, de snoepjes. Wel? Ja, het is een snoepje. Huh? Oké. Okay. Nou, toch wel. Lekker. Nee, volgens mij niet hoor. Ja, dat is nou. Ik weet niet hoe ze dan heten, maar ja. Ziet eruit als een... Dan hebben ze erbij aan onze verrassing voor de kindjes. De kinderen eten nog biaatjes. Oh, lekker. Biaatje. Wil ze lekker op je aan tafel? Vond je het weer een leuke vlog? Doe even de duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren en klik op het belletje. En we zien jullie morgen weer in een nieuwe vlog. Tot morgen. Voeg je hart, boem boem mee. Feest lekker met ons mee. Je hartslag geeft de
als je dans, boem boem mee, geniet je echt het meest. Nog samen uit je dak te gaan, doe je mee, boem boem boem, boem boem mee, dans mee.